Een beroerte komt meestal onverwacht. Door een plotselinge afsluiting van een bloedvat naar de hersenen kan zuurstofgebrek de hersenen aantasten en de dood of invaliditeit tot gevolg hebben. Snel ingrijpen is hier dus geboden en vergroot de kans op herstel aanzienlijk. Bel dus altijd 112 als u de verschijnselen herkent die wijzen op een beroerte. Het ambulancepersoneel is getraind op het herkennen van een beroerte of hersenbloeding en weet dus hoe te handelen. De patiënt moet zo snel mogelijk naar een centrum voor neurovasculaire behandeling om verdere schade te voorkomen. Bij het Medisch Centrum Haaglanden is de spoedeisende hulp helemaal voorbereid op dit soort situaties. Een team van spoedeisende hulpartsen, verpleegkundigen, een neuroloog en een radioloog worden direct in de hoogste staat van paraatheid gebracht om de patiënt zo snel mogelijk te kunnen onderzoeken. Alles draait om tijd bij hersenaandoeningen, dus de neuroloog laat direct een CT-scan maken van de patiënt, omdat eerst duidelijk moet worden of het om een hersenbloeding gaat of om een herseninfarct. Bij een hersenbloeding kunnen geen bloedverdunners worden toegepast, want dan zou het alleen maar erger worden. Bij een herseninfarct, oftewel verstopping van de slagader, kan dit juist wel. Ook kan besloten worden om de bloedprop of het stolsel met de zogenaamde Mercy Retriever te verwijderen. De snelheid van handelen wordt door de aanwezigheid van een CT-scan op de spoedeisende hulp zo sterk vergroot dat binnen het MCH de tijd tussen het binnenbrengen van de patiënt en de start van de behandeling gehalveerd is van een uur naar minder dan een half uur. Als de acute zorg gedaan is, zoals trombolyse of interventie in de slagaderen, dan biedt het MCH uitstekende nazorg in de vorm van een stroke care unit, waar de patiënt 24 uur per dag wordt bewaakt en gemonitord. Middels geluidsonderzoek aan de halsslagader kan worden vastgesteld of de behandeling is geslaagd en wordt bepaald of de patiënt verder behandeld moet worden. Meestal is logopedie nodig voor het herstellen van de spraakfuncties en fysiotherapie om de opgetreden verlammingsverschijnselen te behandelen. Het Medisch Centrum Haaglanden biedt met haar neurovasculaire centrum en haar acute hersenhulp op de spoedeisende hulp met CT-scan een snelle, professionele en slagvaardige oplossing om beroertes met de grootste spoed te kunnen behandelen, om zoveel mogelijk schade te voorkomen en de kans op herstel zo groot mogelijk te maken.